Nou, kijk, ik heb natuurlijk van een afstand gevolgd. En is natuurlijk wel gewoon, ja, moet je het zeggen, het is wel een soort chaos. Er is wel heel veel gaande. En, maar ik heb Messi niet persoonlijk gesproken of de club daarover. En daar ga ik me ook verder niet mee bezighouden. Ik zie het wel als ik na deze week terugkom bij Barcelona, hoe het er dan voor staat en wat er allemaal gebeurt. En ik zou het oprecht, ik weet het oprecht niet wat er gaat gebeuren. Het zou natuurlijk heel jammer zijn als Messi eventueel vertrekt. Zou dat natuurlijk een hele grote klap zijn voor niet alleen het team, maar ook voor de club. En dat zal denk ik wel een hele grote impact hebben. Maar het is moeilijk voor mij om er iets over te zeggen, want ik weet niet eens of alle geruchten waar zijn. Wat de club wil, wat hij zelf wil. Want ik heb hem daar niet persoonlijk over gesproken.